High-level EU-CELAC meeting noodzakelijk voor bestrijding wereldwijd drugsproblematiek. Suriname maakt zich samen met andere landen sterk om het wereldwijde drugsproblematiek het hoofd te bieden. In dit kader organiseert Suriname in juni dit jaar een high-level EU-CELAC meeting. Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie stelt in gesprek met het Nationaal Informatieinstituut dat deze meeting van eminent belang is. Met alle andere participerende landen zal van gedachten worden gewisseld welke stappen te ondernemen ter bestrijding en indamming van de drugsproblematiek. De participatie van Suriname aan deze high-level meeting is noodzakelijk. Suriname wordt gezien als doorvoerstaat of doorvoerhaven. Wij produceren niet. Dat gebeurt in Latijns-Amerika en via Suriname gelukt het mensen soms om de drugs door te voeren naar Europa, Amerika, Zuid-Afrika. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.